11 dagen geleden plaatste de stichting De Ezelshoeve uit Baarle-Nassau een opmerkelijke oproep op Facebook. Onze vraag was, van wie is Miss Piggy? Want ik zoek de eigenaar. Die kan hier zijn varkentje op komen halen. Maar het bericht is heel veel keren gedeeld, maar helaas geen eigenaar gemeld. 11 dagen zat in Tilburg gevonden Miss Piggy tussen de ezels. En die ezels vonden het hangbuikzwijn maar een raar ding. Ezels zijn territoriale dieren en we hebben hier twee ezels ertussen lopen die zo'n dier niet in de wei dulden. Dus dat zou ongelukken geven, dus daarom kan het hier ook echt niet blijven. Ondanks dat de intensieve zoektocht naar haar echte baasje niets opleverde en er nog veel vragen onbeantwoord zijn gebleven. Enig idee hoe jong of hoe oud ze is? Ik heb geen idee hoe oud ze is. Ik heb helemaal geen verstand van varkens, dus ik heb geen idee. De dierenarts heeft er even naar gekeken, die zei ook van ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Zit er aan het verhaal van Miss Piggy toch een happy end? Er hebben zich ook mensen gemeld die Miss Piggy graag een nieuw thuis willen bieden. Over een paar dagen krijgt Miss Piggy een mooie strik om vervolgens geadopteerd te worden door mensen die wel van haar houden. Vlakbij in Baarle-Nassau, op een boerderij, op een mooi weidje speciaal voor haar. Er lopen ook nog schaapjes en geitjes, geloof ik. En er komt nog een tweede varkentje bij. Dat betekent dat de ezelopvang weer helemaal van en voor de ezels is. Wordt het straks de afscheid met een lach of met een traan? Met een lach, want ze krijgt een goed nieuw thuis bij hele lieve mensen en kinderen die veel gaan knuffelen met haar. En daar houdt Miss Piggy wel van, knuffelen. Als het even kan, heel lang knuffelen.